Het is weer zover. De NAC Street League is weer begonnen. En dat is niet alleen voetbal. Honderden scholieren maken kennis met verschillende sporten. De basisscholen in Breda die kunnen zich inschrijven voor deze competitie. Dus we hebben vandaag 18 scholen, 600 kinderen en ongeveer 100 vrijwilligers hier om de dag in goede banen te begeleiden. En dat is maar goed ook, want er is nogal wat te doen rond het NAC-stadion. We hebben een aantal voetbalactiviteiten en een aantal activiteiten waarbij ze moeten samenwerken. Maar het draait vandaag allemaal om kennismaken, samenwerken en een stukje respect naar elkaar. Bij voetbal draait het om natuurlijk de 3 punten die je wint als je hebt gescoord. Anderzijds is het ook zo dat ze bijvoorbeeld punten verdienen met respect voor een scheidsrechter, voor de tegenstander. En bij overtreding elkaar netjes omhoog helpen. Alles wat daarbij komt kijken, komt ten goede van de kinderen. Toch lijkt voetbal behoorlijk populair. Daarachter heel hard in een doel trappen. Hier achter me gewoon voetbal. Voor de rest was het eigenlijk een beetje mijn voetbalspelletjes. En met zo'n feestelijke aftrap is het seizoen nu al een succes. Kinderen zijn ook dit jaar weer erg enthousiast. Met dit weer erbij kan het bijna niet verkeerd gaan. Leuke reacties, gelukkig weinig incidenten, af en toe een knie die open ligt, maar verder leuk. Vanochtend zijn een aantal NAC-spelers langs geweest, dat maakt de dag helemaal af. En hebben we straks de prijsuitreiking waar ze naar uitkijken. Maar ook hier geldt, meedoen is belangrijker dan winnen.